In Dubai heb je soms van die foto's dat er dan allemaal van die wolken, maar dan steek je die wolkenkrabbers erbovenaan. Ja. Zo is het vaak met heel veel directie en management en zo dan ook. Die zien elkaar boven de wolken, komen ze elkaar altijd tegen dan. En daaronder is alle rest. Maar die hebben dan geen idee. Nee, die zit in de mist. Ja. Dus daarom is het ook van noodzakelijk belang. Hoe zorgen we ervoor dat we weer die informatie ruimer maken, vergroten en het verhaal verder aanvullen. Hmm. Zodat iedereen vanuit zijn eigen begrip het volledige verhaal ook kan begrijpen. Welkom bij het derde seizoen van On Purpose, waarin ik op zoek ga naar de ingrediënten van de betekeniseconomie. Deze keer spreek ik creatief strateeg Marcel Kampman over het belang van alternatieve narratieven. Hoe verhalen essentieel zijn om veranderingen in gang te zetten. Volgens Marcel is daarbij het anders nadenken over taal een belangrijk hulpmiddel. Marcel Kampman, wat fijn dat jij te gast bent bij On Purpose. Wij hebben een hele geschiedenis samen. We gaan het er straks ook over hebben. Ja? Dit prachtige project. Ja, misschien voor die paar mensen die je nog niet kennen. De meerderheid. Vertel even kort wie je bent en wat je allemaal doet. Ik help bedrijven en organisaties mee met hun veelal complexe of gecompliceerde vraagstukken. En dat kan van heel erg kleinschalig zijn, heel erg lokaal, tot grote internationale projecten. Ik denk dat het zo is dat als je als ontwerper werkt, of als in de rol die ik dan vaak vervul, heel vaak noodzakelijk is om te begrijpen wie die ander is met wie je werkt en voor wie je ook werkt. En snap dat iedereen een verhaal is. En dat iedereen is opgebouwd uit allerlei laagjes. En dat gaat over cultuur, waar kom je vandaan, wat is je achtergrond ook. En dat is super belangrijk, omdat je iets maakt voor een ander. En als je dat wil voor een ander, moet je allicht weten waar die ander vandaan komt, wat hem drijft, wat hem motiveert. Gebruik heel vaak creativiteit daarin. Dus om hetgene wat we met elkaar voorstellen als voorstel, of nog niet kunnen voorstellen, voorstelbaar te krijgen. Door verbeelding, of door taal, of door tekst. Zodat we met elkaar daarvan vanaf daar een stap kunnen zetten naar wat we echt bedoelen. En verhalen zijn heel vaak dan handige paadjes om te zorgen dat we met elkaar een stukje gelijk oplopen. On purpose is te gek, omdat je het ook op twee manieren al kan interpreteren. Dus de belang van taal is per definitie al iets. Dus dat kan gaan over hoe we vanuit purpose werken. Dus dat zal vaak de connotatie zijn. Maar of hoe krijg je met opzet iets voor elkaar. Dus ik had hem vrij vertaald naar wat nou als we on purpose dan gewoon met opzet maken. Met opzet. Ja. Ja. Dus hoe maak je een verhaal met opzet. En het opzet is, er gebeurt wat mee, we hebben daar een idee bij. En dan is dit de ondertiteling, hè? Dus hoe krijgen we dat dan voor elkaar? Dus verander verhalen als ambitie, hoe doen we dat? Maar ik had daar een ander woordje voor bedacht. Dus ik had het dacht van verander verhaal, maar misschien kunnen we het hebben over een soort van alternarratief. Hè? Omdat veranderen ook over alternatieven kan gaan. Maar wat vaak heel erg helpt wanneer je met mensen werkt, is dat je hetgene waar je in zit heel goed kent of denkt te kennen. En hetgene wat je niet kent nog heel erg moet ontdekken. Maar het wel heel erg meehelpt als je hetgene wat je kent en hetgene wat het mogelijk zou kunnen zijn. Gewoon dan komt daar ruimte tussen waar je met elkaar dan doorheen kan bewegen van het een naar het ander. En dan helpt het ook mee dat je niet één verhaal hebt, maar soms ook een heel boeket aan alternatieve verhalen. Dus ik denk ook niet dat het per se altijd gaat over het veranderverhaal, maar dat we veranderverhalen. Ja, het zijn er vele. Ja. En spelen met taal, dat is ook de kracht van taal. Gewoon, we hebben het over verandering, gewoon maar waarom altijd ver? Hè? Dus het gaat ook heel erg over hoe brengen we wat verders dichtbij. En als we toch gaan spelen zijn met taal, gewoon geloof ik er wel erg in dat het gaat dus ook over verandering. Ik bedoel dan veel meer hoe zorg je ervoor dat je die ander ook leert kennen. Dat je echt leert en begrijpt wat die ander drijft, motiveert, waar die vandaan komt, hoe die keuzes maakt. En als ik het bruggetje mag maken, jij hebt natuurlijk een super langlopend project, het Happy Places project, waarin je precies dat probeert te tackelen. Zullen we daar even heen? Heen scrollen. Want ik was altijd heel erg bezig met gewoon het ding wat het werk heet. Hè? Dus dingen die gaan over gewoon een doel hebben. Er is geld in het spel, er is tijd en er is een context. En daarbinnen moet iets worden opgelost. Maar dat werkding is maar 8 uur van je werkende dag. En dus daar leer je bepaalde dingen in. Die zijn vaak al voorop gezet, omdat ze te maken hebben met het werk wat je doet. Dus wat ik ben gaan onderzoeken is gewoon in het grote niet-werk. De wereld eromheen die per definitie groter is. Gewoon wat is daar nog in te ontdekken. En ik ben daarin
mensen gaan vragen van, hey, hoe maak je ruimte? De een gaat hardlopen en schrijft zo liedjes in zijn hoofd en speelt de bas in een band uit Zeeland. En daardoor dansen we aan zee. Hè? Dus dat is hoe Peter dan... Ik heb wel eens van gehoord, ja. Ja, die maken die manier dan ruimte. Tot en met een astronaut waar ik mee zat in Zwitserland. En die dan heel erg uitlegt over waarom een missie eigenlijk een missie is. Dat het omdat het gaat over waarmaken wat al die mensen... voor hem hebben gedaan, zodat hij de ruimte in kan om zijn taak te volbrengen. En dat wij soms vergeten waarom een missie ook alweer een missie heet. Nou ja, sinds die tijd best wel een tijdje onderweg. Met een ambitie om allicht beter te begrijpen wat mensen drijft en motiveert. Dus een klein stukje van de mensheid heb ik gesproken toen. Ja. Gaandeweg kom je erachter, en volgens mij is dat een algemene wens voor wat ik iedereen gun, is dat iedereen een beetje een amateur, psycholoog, filosoof en dat soort dingen wordt. Ja. Maar veel meer ook om te snappen, gewoon als je antropologie hebt, dan gaat het over de ruimte tussen mensen dan. Dus wat leeft daar relaties, tussen? Relaties en sociologie natuurlijk net zo. Ja. En psychologie gaat over begrijpen wat mensen drijft en wat ze motiveert. De binnenkant. Ja. Binnenkant, ja. En de filosofie de vermogen hebben om te kunnen... Ja, de vergezichten. Ja, vergezichten reflecteren en daartussen te kunnen navigeren. Bijvoorbeeld op de business school zijn dit aspecten die eigenlijk niet aan bod komen. Ja, maar dan gaat het vaak, en dan is het anders geframed, hè, zoals dat dan heet. Dus dan gaat het over empathisch leiderschap. Maar wat bedoelen we dan met empathisch? Is het kunnen invoelen met de ander? Of het kunnen spiegelen of kunnen snappen wat de ander bedrijft? Maar wat daar anders zit, kom je hier ook zijn weer, dit soort... vermogens eigenlijk. Ja. Als je dat niet geleerd krijgt, wordt dat wel heel lastig. Ja. Ik vind het in ieder geval wel op zacht uitgedrukt gespannen voet staan met een samenleving die toch heel erg efficiënt en vereconomiseerd is. Waar heel veel van deze aspecten eruit zijn gesloopt. Ja, en ook door technologie. Technologie creëert ook afstand. Ja, precies. Ja. Dus het lijkt dichtbij te brengen. Gewoon voor zekere zin is dat in sommige gevallen waar. Nou, maar in heel veel gevallen neemt alleen de afstand toe. Ja, ik vind dat ook wel interessant in het kader van... we hebben nu te maken de afgelopen paar jaar met een opkomst van wat dan woke wordt genoemd. Ja. Een wokeism, of hoe je het ook wil duiden. Ja. En wat natuurlijk ontzettend interessant is, is het wekt behoorlijk wat weerstand op bij mensen en wrijving. Maar wat het in essentie is, zijn gewoon wezenlijk andere verhalen. Ja. En een wezenlijk ander wereldbeeld en mensbeeld. Hè? Wat een heel deel van de mensen gewoon niet kan plaatsen, omdat ze in een ander wezenlijk mensbeeld en wereldbeeld vastzitten. Ja. Kijk, het moeilijke is, alles is mensenwerk. En mensen zijn per definitie gewoon de lastigste materialen mee te werken. Want wat ze zeggen is niet per se wat ze doen. En wat ze denken is niet per se wat ze zeggen. Enzovoort, enzovoort. Dus als je met mensen werkt, dat is best een challenge. Ja. Dus met elkaar tot een gemeenschappelijk soort van begrip komen is een hele grote uitdaging altijd. Ja. Je had het net over woke. En dan is de aanname dat de rest ook gelijk snapt wat woke eigenlijk betekent. Mm. Maar de meeste mensen hebben echt geen idee. Dat gaat over wat je wekker zegt 's ochtends. Maar niet over dat mensen op een bepaalde manier wakker zijn geworden en aware zijn geworden. Dus daar heb je echt context voor nodig. Ja. En wat je merkt nu wel met alle labels die we hangen aan bepaalde bewegingen. Labels helpen mee om dingen klein te maken. Maar dat betekent dat je er dus ook heel veel afknipt wat je daarna niet meer gebruikt. Nee. Dus kijk, in de taal is het ook heel leuk als we het over taal hebben. Dus in Nederland hebben we zelfstandig naamwoorden. Woorden die het vermogen hebben om zelf te kunnen staan, toch? Zelfstandig. Ja. Maar we hebben ook bijvoeglijk naamwoorden, die voegen informatie bij. Dus daar krijgt het meer betekenis van. De duurzaamheid of ecologische duurzaamheid of arbeidsduurzaamheid of verzin het maar. En wat vaak gebeurt, op het moment dat je naar organisaties gaat of naar nieuwsgaring, dat we steeds meer afknippen en dat we steeds meer naar enkelvoudige begrippen gaan. Terwijl we eigenlijk behoefte hebben aan het hele verhaal, zodat je zelf tot je conclusie kan komen wat de samenvatting is. Maar we geven mensen steeds meer samenvattingen. Ja. En daar is er denk ik heel veel verlies. Je kan pas denken met iets als je weet dat het bestaat. Dus dat hebben we toen doorzicht genoemd. Ja, daar begint het mee. Ja, level 1. Ja. Annuïteitenhypotheek. Als dat iemand gewoon tegen je zegt, geen idee.
Maar als je met huizen bezig bent, dan is het ineens iets wat mogelijk een oplossing kan zijn voor financieren. Ja. Is het ook, dat is een voorbeeld. Dus, maar dan moet je dus eerst weten van, oh ja, maar ik ga met huizen bezig, wat is er allemaal? Dus je moet eerst iets weten wat die context ook verder dan is, om ermee te kunnen handelen. Dus dan kun je ook pas op een niveau van inzicht beginnen. En dat is denk ik waar de kennis die je hebt opgedaan zich gaat verbinden met een mening, een visie, met je culturele achtergrond en zo. Mm. Dat je denkt van, dat is voor mij waardevol. Ja. Nou, en als je dan één stapje vooruit gaat, dus binnen een bedrijf zal het ook heel vaak dan zo zijn, op dat niveau kun je ook mensen gaan betrekken. Dus dan kun je vragen, nu je weet wat je weet, weten dat er een issue is, weten wat er allemaal mogelijkheden zijn en weten dat we bijvoorbeeld deze ambitie hebben, wat zou je dan vandaag of morgen anders willen zien? Ja. Dus dat hebben we toen uitzicht genoemd. Dat is nog binnen wat je kan zien. En waar daarna volgens een grotere stap zou zijn, is oké, maar wat zou ons vooruitzicht dan kunnen zijn? Dus dat zou een missie kunnen zijn, een lange termijn. Ja, of een grote lange termijn strategie. Ja. Of wat je dan ook vaak hebt, is van die future casting. Hoe is die 2035 er dan uit? Ja, precies. Maar hoe kom je er dan vervolgens? En als het over verhalen gaat en over communicatie gaat of over organiseren in het algemeen, zou het super goed zijn en verstandig dat je continu beseft dat al deze dingen altijd tegelijkertijd aan de hand zijn. Want nogmaals, mensen, iedereen zit op een ander niveau van begrijpen en kunnen vatten. Ja. Stel dat je al die mensen in de top ziet bovenop een berg. Dan heb je, in Dubai heb je soms van die foto's dat er dan allemaal van die wolken, maar dan steken die wolkenkrabbers erbovenaan. Ja. Zo is het vaak met heel veel directie en management en zo dan ook. Die zien elkaar boven de wolken, komen ze elkaar altijd tegen dan. En daaronder is alle rest. Maar die hebben dan geen idee. Nee, die zit in de mist. Ja. Ja, dus daarom is het ook van noodzakelijk belang dat het heel goed zou zijn. Als je dat met elkaar dan ook hebt gedaan. Dat je vervolgens ook weet dat je af en toe terug moet lopen. De trapjes even weer af. Mm. Hoe zorgen we ervoor dat we weer die informatie ruimer maken, vergroten. En het verhaal verder aanvullen. Mm. Zodat iedereen vanuit zijn eigen begrip het volledige verhaal ook kan begrijpen. Ja. Over verhalen gesproken. Mm-hmm. Zullen we het over de regenmaker gaan hebben? Het kinderboekje wat wij samen hebben gemaakt. En met wij bedoel ik niet alleen wij, want er is nog een veel grotere groep bij betrokken. En misschien is het ook ontzettend leuk om daar iets meer over te vertellen. Ja, waar de regenmaker over gaat is een klein vogeltje. En dat kleine vogeltje dat komt in de stress vanwege een brand in een bos. Mobiliseert vervolgens tegen alles en alle wil van andere dieren in. Het voorstel om te gaan blussen, gaat het vervolgens doen, de rest haakt aan en samen blussen ze uiteindelijk het bos. En wat het mooie aan het verhaal is dat daar eigenlijk een soort heel erg universeel verhaal in zit. Wat door culturen heen verteld is, door talen heen verteld is, door overdracht is doorverteld allemaal. Ja. En dat dus op die manier dus ook heel ontvankelijk was bij de mensen die het lezen, maar ook vervolgens de ruimte laat om daar weer een eigen betekenis aan te geven. Ik denk dat het ook heel erg gaat over dat het een bepaalde kwaliteit heeft. Dus we hebben heel erg gekeken naar van hoe zorgen we ervoor dat het aantrekkelijk wordt. Dat we ook in kleine cues, dus kleine hintjes van informatie, een uitnodiging stoppen. Ja. Dus bijvoorbeeld om het door te geven en dus dat we oplages klein houden. Hoe we in vormgeving het hebben benaderd. Hoe we illustraties hebben gemaakt met 100 kinderen en het niet zelf. En dat zijn allemaal hele kleine bouwsteentjes van een verhaal. En ook het feit dat het om niet is gedaan. Dus gewoon radicaal voor geen geld. Ja. Ik denk dat die dingen op een gegeven moment allemaal optellen naar iets op zo'n trappetje. Dat mensen ergens wel een haakje vinden om daar zichzelf mee te vereenzelvigen en daarmee in actie over te gaan. Wat kunnen banken van jouw verhaal leren? Welk verhaal zouden banken jou, wat jou betreft, moeten gaan vertellen in deze tijden? Ik denk dat het is zo ingewikkeld geworden allemaal. Dus we zijn een beetje vergeten van, voor economie is geld nodig, hè, zoals in de oude wereld nog. Ik denk dat het over veel meer dingen uitwisselen gaat dan alleen dat. Maar dat we zijn ook vergeten van waar geld ook alweer voor was. Dus waarom is er geld? Geld is ontworpen. Is gewoon een vinding waarin we tijd en plek en ongelijkheid aan goederen hebben opgelost met een middel. En daartoe hebben we geld. Ja.
En ik denk dat we dat vergeten. Dus dat we denken, waartoe hebben we het eigenlijk? Waardoor hebben we dat systeem gemaakt eromheen? En hoe benutten we dat? Dus hoe kunnen we anders omgaan met het overbruggen van tijd op een andere manier? Kunnen we die afstand misschien verkorten? Dus dat, hoe kan het anders zijn in relatie tot hoe ruilen we dingen met elkaar dan uit? Dus ik denk dat het grootste gedoe is dat er veel te veel afstand is ontstaan tussen wat het is en waar we het eigenlijk voor gemaakt hebben. Ja. En nu is het een ding op zichzelf geworden. En banken dan vervolgens zijn weer een entiteit geworden waarvan we niet meer weten wat ze zijn. Kijk nu naar de Zuidas. Een bank ziet eruit als een spiegelgebouw. Maar wat er binnen gebeurt, we hebben geen idee. Maar jij zou dus eigenlijk zeggen, als we het even naar die metafoor van de gespiegelde gebouwen doet, die spiegel moet eraf, je moet naar binnen kunnen kijken. Het moet begrijpelijker worden. Nee, je bent er met een specifieke reden. Een doel. Ja. Je bent een bufferorganisatie gewoon die mee mogelijk maakt dat de maatschappij functioneert. Ja. En de buffer zit erin dat je tijdelijk geld vasthoudt of misschien vooruit wat investeert. Ja. En daar kom je vandaan. Ja. En maak dat dus inzichtelijk. Ja, dat is gewoon helder. Ja? Ja. Dankjewel. En bedankt dat we samen een verhaal aan het vertellen zijn. Dat is mooi. Dat is maar net begonnen.